opgroeien met bomen. Dat is dit jaar het thema van de Boomfeestdag. Bij de Maldenburgstraat kwamen woensdagochtend 40 leerlingen van basisschool Vossenburg bij elkaar om samen met wethouder Dame een aantal nieuwe bomen te plaatsen. 18 bomen worden er vandaag geplant door deze leerlingen. En niet alleen bomen, ook de nodige struiken. Want een groene omgeving is belangrijk, zo luidt de boodschap van vandaag. Nou, het gaat erom dat als je van kinds af aan al leert dat bomen heel belangrijk zijn, dat je ze dan ook misschien later beter gaat beschermen. En misschien dat er wel kinderen van deze klas later in het groenbeheer gaan werken. Voor de leerlingen is het in ieder geval geen straf om even niet in de schoolbanken te zitten. Lekker buiten in de modder spelen en ook nog iets goeds doen voor de natuur. Nou, we hebben samen en een grote tamme kastanje geplant. Dat is echt de boomfeestdag boom van vandaag. En we zijn een aantal andere bomen en heel veel kleine struiken aan het planten. Om dus deze wijk, we zijn nu in Hatert, om die weer een stukje groener te maken. Het aanplanten van nieuwe bomen beperkt zich in Nijmegen zeker niet alleen tot Hatert. Er ligt zelfs een plan om uiteindelijk 1000 nieuwe bomen in Nijmegen te plaatsen, waarvan er vandaag dus 18 door de leerlingen worden aangeplant. Nou, bomen zorgen uiteindelijk dus voor schaduw, waardoor we het straks in hete zomers fijne plekken hebben om naartoe te gaan. Ze zorgen voor zuurstof in onze stad en dat zijn alleen al redenen om dat bomen gezond te maken. Voor de kinderen zal dit vast een ochtend zijn die ze niet snel vergeten. Ik hoop dat kinderen ook natuurbeschermers van de toekomst worden. En dat ze ook in hun eigen tuin, als ze die straks hebben, bijvoorbeeld een boom gaan planten en die niet vol met tegels leggen. En dat ze echt van de natuur gaan houden.